Ja, jongen, we zijn bijna klaar, jongen. En hallo mensen van J-Movies. Leuk dat jullie kijken bij een nieuwe video van J-Movies. Ja, fijn. En het is de Q&A. Q&A shit en zo. En zo, weet ik veel. Nee, dat weet ik niet. We gaan een Q&A maken. En dit is Max. Zijn kanaal is NL YouTubers. Nog wel eens. Ja, nee, het is gewoon NL YouTubers. Je zei het in één keer. Oké, je kunt erop klikken en anders als je op je mobiel kijkt, dan kun je daarop klikken. Daar staat een linkje in de beschrijving. En dan moet je zeker abonneren. Deze pagina is niet beschikbaar. En, we gaan Q&A doen, by the way. Had hij ook een paar keer gezegd, maar... En dan gaan wij beginnen met de eerste vraag. The Nice Dynamite, wat vind jij van TND? The Nice Dynamite is een prima kanaal, maar je moet wel van gamen houden. Waar ik onderhand ook niet meer zoveel van hou. Oké. Nou, ik vind het eigenlijk, nou weet je, ik vind het, ja, ze hebben, in het begin hebben ze een intro laten zien die ze nooit meer gebruiken, volgens mij. En ze starten in één keer een video en dan zeggen ze hallo, en dan gaan ze bijvoorbeeld de video's bij hier. Ja, tip trouwens, Miguel, want ik ken die mensen van TND, hij ook. En Sam en Miguel. En dat zijn dus Sam en Miguel, en Stijn zit daar tegenwoordig ook bijna altijd in. Zet je audio van je microfoon hard en je achtergrondmuziek zacht. Farah Saburi, iemand in mijn klas, wie haat jij het meest uit je klas? Je moeder. Özgür. En dat is een Turk en daar ga ik geen hele verhaal bij vertellen. Ik haat Turken niet, wel Duitsers. En jij? Oh my god. Ik dacht niet dat ik met een normale jongen aan het opnemen was. Oscar van de Jelf. Ja, of gel, maar dat klinkt zo raar. Oscar van de gel. Maar in ieder geval, ben jij van plan samen te werken met andere YouTubers? Doe ik ook met deze YouTuber. En voor de rest zou ik zeker nog met andere YouTubers willen samenwerken. Maar ja, ga ik zeker doen. Bart Houwerweg. Wat wil je bereiken met YouTube? Nou, antwoord. YouTube monies. Doe het zelf. Nou, het liefst wil ik gewoon... het plezier, dat mensen er plezier hebben, er plezier in hebben om jouw video's te bekijken. Al hebben ze dat niet, dan heb je pech en dan maak je slechte video's. Ik heb nu nog het idee dat ze het leuk vinden om mijn video's te kijken. Dus daarom, ik heb ook laatst 50 abonnees gehaald. Volgende vraag, Job Willemsen, hoe doe je dat met de green screen? Nou, een witte achtergrond of het met dezelfde kleur, andere kleren aan en die kleur wat de achtergrond is verwijderen en een plaatje erop zetten. Klaar, bam. Bam. Zo moeilijk is het niet, mensen. Nee. Mustafa Ojin ofzo. Wat is het domste wat je ooit hebt gedaan? Ja, met Nick doe ik niet. En dan zout en ijs, dat is echt verschrikkelijk. Moet je nooit doen. Ik heb een maand lang. Doe het maar met Deo. Dat is nog erger. Dat weet ik toch ook wel. Wat was het domste wat jij ooit hebt gedaan? Ik heb? Ik denk op zich random video deel 4 maken. Yeah. Nou ja, ik heb het dus zeg maar gedaan. Het was gewoon een kaartspel of zo. En dan, of ik moest drinken of zo. Nee, ik moest een heel glas cola of zo in één keer achterover slokken. Of hij moet zijn hele mond vol proppen met popcorn 4 keer. Uiteindelijk had ik gewonnen en hij, dus ik dronk hem voor de helft op en hij heeft 1 keer popcorn in zijn mond gedaan. Zinloos. Volgende vraag. Real Dinges van mijn neef. Real Prissy Bill. Ja. Waar komt de naam weer Movies vandaan? De J staat voor mijn naam en Movies voor de video's die ik maak. Volgende vraag. Stel je maar voor. Wat is het? Ik Zoe.Chiarax. Zo. Vraagt, wat is het raarste wat je ooit hebt gedaan? Nou, wat is het raarste wat je ooit hebt gedaan? Met een video deel 4 maken. Het raarste wat ik ooit heb gedaan is begonnen te gaan beginnen met GMNL. Voor de mensen die nog kennen, GameMovesNL. Dat was best pittig raar. Al die video's waren best raar, maar wel leuk raar.
vond ik zelf. Oh my god, moet je Derpy Durf speeltuin zien. Wat de melk doe jij? Nou, ik ben aan het spelen. Die was van Niek. Niek Tari. Oh, ja. Zet dat... je hem in de beschrijving? Ja, als die die nog heeft, dan wel, ja. Ja, nou ja, hij heeft hem nog, denk ik. Oké, volgende vraag van Zoe. Dingen is hetzelfde. Hoe ben je begonnen met YouTube? Net komt omdat ik en Niek wouden game opnemen, maar daarvoor moest je account hebben. Een origineel J-movie samen met Niek begonnen, maar Niek ging toen voor zichzelf beginnen. En Niek is niet verder gegaan. Die heeft tot de 40 abonnees gehaald en ik ben nu bij de 64. En goed. Oké, nog een vraag van een rare naam. Ben ik je grootste fan? Nee. Doe we dit. Oh, xx.r.r. Wat vind je van Romina als in je classmate? Een topmeid. Lars Vi... Lars laagstreepje. Vitesse. Kutclub. Ik weet niks. Ik weet niks. Oh. Wow. En Mr. Cookie, mijn broer, wat doe je het liefst behalve YouTube? Ik denk de dansen. Breakdance. Ja, breakdance. Ini, laagstreepje, kusjes. Twee, dus die XX. Hoe lang doe je al je movies? Ik doe het volgens mij. Hoe lang doe ik dat al? 4 augustus 2013. Dat is 2 jaar. 2 jaar? Oh shit, dat doen we al best lang. De volgende vraag. Ini, ook dezelfde. Herkennen veel mensen hier? Ligt eraan wat jij film doet. Ik ben inderdaad volgens mij 4 keer herkend. Hey, ben jij van je movies? Nee, want ik ken dat niet meer. Oké, Ajaxie. Ajax, Niels. Wie stinkt het meest uit onze klas? Hey, ik heb een laptop nodig. Ja, jongen, we zijn bijna klaar, jongen. Dames en heren, dit is Stijn. Hey. Ja, Niels, jij stinkt zelf. Hier. Hij nog... ooit met bekende YouTubers samenwerken. Maar ik denk dat ik best wel, als ik later, ik denk ergens in 18 of zo, dan contact op ga nemen met bekende YouTubers en dan proberen samen te werken. Maar nu nog niet. Nou, dit was de Q&A voor vandaag. En dan gaan we afscheid nemen van Max. En dan zeg ik, vonden jullie deze video leuk? Nou, een blauw duimpje, abonneren. Zie ik jullie de volgende keer weer. En ja.